Mulopo, 3-2 et arrêté. Un penalty, c'est formidable. C'est vrai que ça me fait plaisir que j'ai arrêté ce penalty, d'autant plus que j'ai pas eu beaucoup de choses à faire. Les deux premières frappes c'était dans le goal. Bon, c'est des faits de match et bon voilà, dès le début on s'est mené 0-2. Et puis bon, on revient à 1-2, on revient à 1-2 donc et puis bon, à la mi-temps, on s'est tous remotivés, on s'est tous dit qu'on pouvait les battre, qu'on était meilleur qu'eux. Et puis voilà quoi, il y a eu ce penalty que j'arrête. Ça a permis à l'équipe de rester dans le match et grâce au collectif qu'on a eu à tous nos collectifs, voilà, on gagne et c'est principal. Mais le deuxième demi-temps, il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain, on avait 10 chances de marquer, mais grâce à vous, on a gardé ces deux trois points aussi. Hein. Ben, je pense pas que c'est grâce à moi, c'est vrai que bon, c'est un fait décisif, mais bon, à la mi-temps, on s'est tous dit que voilà, on devait les battre, qu'on est chez nous, on est devant nos supporters, et on n'avait pas le choix, on devait que remporter les 3 points. C'est votre grande entrée en stand. Voilà, non, franchement, je me plais bien ici, et c'est le principal. Franchement, on a une très bonne équipe. C'est vrai que notre début a été un peu comme ci, comme ça, mais bon, on va faire des bonnes choses, je pense. Profitez. Merci. KVO Stendhalst 3-2, wie had dat verwacht na die eerste 20 minuten waar we 0-2 eigenlijk binnenkrijgen? Een beetje te veel weer pingelen, de bal verliezen en eigenlijk te traag spelen. Ja, dan zeg je is wedstrijd gespeeld. En dan die magnifieke poging van Michiel Jonkeren die geen vrije man vond. En dan maar die bal vanaf 30 meter recht in de kruising plaatsen. Goed, die gaat de kleedkamer in. We hebben het gehoord van Gert-Jan. Dan krijg je dus een toespraak, om het zacht uit te drukken, van onze trainer. En vanaf de tweede helft ging Alst helemaal door de knieën. Fysiek met 10 open doelkansen. Maar dan heb je nog zo'n prachtige vrijtrap nodig van Gert-Jan om gelijk te maken. En dan ja, als je dan denkt, we zijn er. Dan, wordt er ons strafschop aangesmeerd door een scheidsrechter die blijkbaar een beetje verblind was door het Aalsterse knalgele. Maar onze Milongo, onze keeper, wel, die koos de goede hoek. En zoals hij zelf zegt, ik had er zelf niet meer in geloofd. Maar dat is nu eenmaal het geluk en ook de taak van een keeper. De hoek kiezen en deze keer de goede. En de mentaliteit en de ploeg was formidabel. We zijn dan ook blijven gaan voor de volledige buit. En die is er dan ook gekomen, ook met een strafschop. En de manier waarop Broekhaard die keihard voorbij de doelman van Alst trapte, was gewoon, zoals Molungo zei, eigenlijk een straf voor de manier waarop die doelman van de bezoekers probeerde tijd te winnen. In ieder geval, slotconclusie, het KVO Oostende van nu heeft een schitterende tweede helft gespeeld. De beste, de voorbereidende match inbegrepen tot dit seizoen. En met onze punten erbij staan we weer bij de grote mensen. Ik zou zeggen, doorzetten en vooral niet te veel uitkijken naar die bekerwedstrijd. Proberen natuurlijk de kassen te laten rinkelen en ook daar misschien nog door te stoten, wie weet. Maar vooral de competitie. We zijn weer een ploeg die elkaar vindt. En dat is het werk van iedereen. Ik zou zeggen van de nummer 1 tot in deze keer ook onze nummer 11, Van Damme. En vooraan, we waren in de tweede helft werkelijk de baas. Gestuurd voor de eerste keer. Misschien door het harde, maar sportieve publiek, talrijk publiek van Alst, hebben ook eindelijk onze spionkop ook laten horen. En ook dat verdient een pluim en een herhaal.